Hallo, ik ga jullie laten zien hoe je je kunt registreren en aanmelden voor Wikipedia. Rechtsbovenin zie je een paar woordjes staan. Overleg en bijdragen, registreren en aanmelden. Ik ga me eerst registreren. Hiervoor mag ik een gebruikersnaam verzinnen. Help mij met kiezen. Is een lijstje met criteria voor een gebruikersnaam. Op Wikipedia hebben we afspraken gemaakt over namen die we wel toestaan en die we niet toestaan. Namen die beledigend, aanstootgevend of haatdragend zijn, of bedrijfsorganisatie- en merknamen zijn niet gewenst en worden vaak meteen geblokkeerd. Ik verzin een andere naam. Even kijken. Helaas, de gekozen gebruikersnaam is al in gebruik. Kies een andere naam. Titania 1 is nog niet in gebruik. Ik verzin een wachtwoord en ik bevestig het wachtwoord. Ik geef een e-mailadres op, zodat anderen met mij in contact kunnen treden. Daarna typ ik de captcha in om te bewijzen dat ik geen bot ben. En ik klik op account aanmaken. Als ik al een gebruikersnaam heb, ga ik naar aanmelden. Daar typ ik mijn gebruikersnaam en typ ik mijn wachtwoord. Ik klik op aanmelden. En rechtsbovenin kun je zien dat het verandert van niet aangemeld naar mijn gebruikersnaam. Naast een gebruikerspagina heb ik een overlegpagina. Heb ik een kladblok dat nog leeg is, want een rode link betekent een lege pagina. Kan ik mijn voorkeuren instellen? Kan ik beta-functies uitproberen, dus functies die nog niet officieel zijn, maar die al wel uit te proberen zijn? Kan ik een volglijst bijhouden met artikelen die ik graag wil blijven volgen? Kan ik mijn bijdrage bekijken en kan ik mij afmelden?